They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Als vorstelijke aanvoerster en aankomend hartkoning beveel ik jullie die rebellen te verslaan. Ja, we proberen het toch, maar we zijn gewoon niet goed genoeg. Lizzie, waarom geef je ons niet een vorstelijk en positieve speech? Oké, nu beter gaan spelen of ik hak je kop eraf. En Briar, ik hak je kop eraf. En Blondie, Oké, dit is echt niet zoals het hoort. Ik kap ermee. Later, ja, Lizzie. Sorry hoor. Prima. Hunter, kijk eens even. Een vegaburger met... Oh. Lizzie, weet je, als je meer vrienden wil hebben, misschien moet je dan wat minder... Neem me niet kwalijk. Mag ik even het zout? En nu ook zouten! Lizzie, waarom moet je toch altijd zo schreeuwen? Mijn moeder zegt altijd, alleen zo hou je onderdanen eronder. We zijn toch geen onderdanen? We zijn vrienden. Hey, wanneer spreek jij je moeder dan? En dus heb ik een heel pak instructies voor het hele schooljaar. Alleen mijn regels? Ik hou je in de gaten? Als je een vorst bent, hoef je toch niet te doen zoals je ouders het gedaan zouden hebben? Ik denk altijd maar, de details vullen we zelf in. Moeder zei, mijn woorden vormen de regels. Maar ik bepaal zelf de juiste volgorde. Het zijn vrienden, geen onderdanen. Ik doe het lekker op mijn eigen manier. Oh. Hé, jongens, zeg. Ik was toch wel flink in de war. Qua vrienden. Vergeef je me? Maar natuurlijk. Pak snel een slaghout, dan gaan we die rebellen...